Je ziet ze steeds meer, bruine ratten. Een plaag is het nog niet, maar volgens kenners moeten ze met kracht bestreden worden. Goedenavond. Na de boeren en de bouw is het nu de beurt aan het ziekenhuispersoneel. Salarisverhoging en minder werkdruk, dat is de inzet van hun staking morgen. Meer handen aan het bed, minder administratieve romslomp. En een houtverbrandingsoven in Lingewaard zorgt voor tweespalt. Is die oven nou milieuvriendelijk of juist vervuilend? De CO2 die er vrijkomt bij het verbranden van hout gaat zomaar de lucht in. Dus daarmee heb je het CO2 nog eens verhoogd. Ratten, ze laten zich steeds meer zien. Langs de weg, in huizen en op boerderijen. En dat komt omdat ze langs de kaalgeschoren slootkanten nog maar weinig voedsel vinden. En omdat ze in woonwijken steeds meer en ook heel makkelijk voedsel vinden. Er is momenteel nog geen sprake van een plaag. En omdat de ratten de ziekte van Weil kunnen verspreiden, kunnen we dat maar ook beter zo houden. Dit is Soos van gisteravond. En dat zijn echt hele grote jongens. Jager Wil Peperkamp is gespecialiseerd in ratten. Met een nachtkijker met warmtesensor en een zwaar kaliber luchtbux schiet hij 's avonds ongedierte in koeienstallen. Soms binnen een minuut wel 3 ratten op een rij. Ze hebben niet in de gaten wat er gebeurt. Want op een gegeven moment horen ze een knal, maar dat kan ook het geluid van de koe zijn. Alles zijn ze gewend. In woonwijken, maar ook bij boeren, is duidelijk een toename te zien van het aantal ratten. Zodra het donker is, laten ze zich zien. Er zijn boerinnen bij die gaan de stal niet meer in, want die hebben er zo'n hekel aan gekregen. Tientallen ratten schiet hij op een avond. Ik kom hier op de boerderij gisteravond en binnen een half uur had ik er 29. En allemaal zijn ze meteen dood. Kijk, we weten allemaal dat ratten bepaalde ziekteverwekkers kunnen overdragen. Hè, waarbij leptospirose of de ziekte van Weil eigenlijk de belangrijkste is. En dat is dus een belangrijke reden ook om ze te bestrijden. Om van een plaag te spreken is misschien wat vroeg. Maar als het groeiende aantal ratten niet goed bestreden wordt, kan het daar, net als afgelopen zomer met de eikenprocessierups, wel op uitlopen. Ook hier is preventie heel erg belangrijk. Dat was het grote nadeel bij de eikenprocessierups. Daar hadden veel gemeenten niet geïnvesteerd in preventie. En die zaten dus dit jaar met de gebakken peren. En datzelfde geldt op het moment dat gemeentes nu niet investeren in preventie tegen ratten. Het voorlichten van inwoners, wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Dan zorgt er uiteindelijk voor dat er mogelijkheid bestaat dat er plagen ontstaan. Om een plaag te voorkomen pleit het kennis- en adviescentrum Dierplagen er nu voor de rattenpopulatie zo snel mogelijk in kaart te brengen. In bijna alle Gelderse ziekenhuizen wordt morgen gestaakt. En dat betekent dat het personeel een zondagsdienst draait. Het is de eerste landelijke actie ooit van de ziekenhuizen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 5%. En verder hoopt het personeel dat de werkdruk wordt aangepakt. Bij ziekenhuis Rivierenland en Tiel wordt er ook gestaakt. Maar het werk bijna neerleggen als een zondagdienst is nog nooit gebeurd. Ik zit ruim 30 jaar in de zorg en het is eigenlijk heel pijnlijk. Niet alleen in Tiel, maar ook in Ede, Apeldoorn, Harderwijk, Arnhem, Zevenaar, Zutphen, Doetinchem en Winterswijk wordt gestaakt. Het ziekenhuispersoneel hoopt op een structurele salarisverhoging van 5%. Het is zeker nodig. Willen we meer leerlingen krijgen in de zorg, meer verpleegkundigen, dan moeten we zeker strijden voor een beter cao. We hebben verschillende actieleuzen in het ziekenhuis bedacht en opgehangen. Eentje daarvan is: we worden uitgekleed en daarom zijn we morgen in het zwart gekleed. Dat we somber gesteld zijn. Vandaag gaan de vakbonden om de tafel met minister Bruins. Wat verwacht u daarvan? Nou, heel weinig. Heel weinig. De minister heeft al gezegd dat hij financieel niet kan bijdragen. Dus ik verwacht er heel weinig van. Het bestuur van het ziekenhuis Rivierenland heeft begrip voor de actie. We vinden het heel erg jammer dat er blijkbaar zo'n zwaar middel als zondagsdienst nodig is. We begrijpen het wel, we begrijpen de medewerkers, we begrijpen de bonden. Want er wordt al heel lang gesproken over een nieuwe cao. En wil ik zeggen, dat duurt ook gewoon te lang. Deze patiënten reageren positief. Maar ik denk dat het nodig is dat ze er wel voor ze zijn. Daar ken ik Tiel te goed voor. Ik vind het prima. Ze mogen voor mijn beste keer een dagje staken. Als ze dan later maar weer goed zijn voor ons allemaal. We zijn gewoon open voor acute zorg. En alle patiënten die er liggen, die krijgen ook gewoon de zorg die ze nodig hebben. Naast ziekenhuizen gaan ook andere zorginstellingen staken. Het is afwachten of de actie tot een betere cao leidt. En het verschilt per ziekenhuis hoe er morgen gestaakt wordt. Op gld.nl en op onze app vindt u meer informatie.
Het zal even wennen zijn voor de mensen die in Arnhem en Nijmegen in de meldkamers van politie, ambulance en brandweer werken. De twee meldkamers zijn sinds vandaag namelijk samengevoegd tot één meldkamer in Arnhem. En de meldkamer in Nijmegen is niet meer. We zitten dadelijk met centralisten vanuit Gelderland Midden en van Gelderland Zuid bij elkaar. We gaan samen wonen, maar ook samen werken. Het zal veel medewerkers van de meldkamer in Nijmegen weemoedig hebben gestemd vanochtend, toen de laatste spullen in de verhuiswagen naar Arnhem waren vertrokken. Normaal gesproken dan heb je en het geroezemoes van de mensen, de telefoon die continu ringelt, de 112 die gaat. Dus dat is een totaal ander beeld dan wat we nu hier inderdaad horen en zien. Maar hoeveel pijn het ook doet, de verhuizing was noodzakelijk. Het heeft deels te maken met dat de apparatuur deels vervangen moest worden, zowel hier als in Arnhem. Daarnaast hebben we natuurlijk de personele krapte die vandaag de dag ook steeds meer inhaalde. De nieuwe naam van de meldkamer in Arnhem is MAN, meldkamer Arnhem-Nijmegen. Tot 2022 worden hier alle noodoproepen voor politie, brandweer en ambulance afgehandeld voor Gelderland Midden en Zuid. Dan volgt de volgende verhuizing naar één grote meldkamer voor Oost-Nederland in Apeldoorn. Er is flink wat weerstand tegen een houtverbrandingsoven die kassen in Lingewaard moet gaan verwarmen. Volgens tegenstanders is die verbrandingsoven slecht voor het milieu en is hij daardoor gedrukt zonder de gemeenteraad goed te informeren. De bouw van de centrale is al in volle gang, maar sommige raadsleden voelen zich gepasseerd door de wethouder die de vergunning er stilletjes doorheen gedrukt zou hebben. Wij hebben het gecommuniceerd op de gebruikelijke manieren zoals wij dit soort vergunningsaanvragen communiceren. Als ik nu kijk naar de afgelopen periode en de onrust die er staat is over biomassa, zouden we met de kennis van nu dit anders doen dan anderhalf jaar geleden bij deze vergunningsaanvraag. De tuinders die nu nog op gas stoken willen daar vanaf omdat ze steeds meer moeten betalen over hun CO2-uitstoot. Bij houtstook is dat op dit moment niet en daarom stappen wij over op deze vorm van duurzame energie. Maar Lianne Duiven van GroenLinks betwijfelt of het wel zo duurzaam is. Zo is de belofte dat het benodigde hout binnen een straal van 150 kilometer gehaald wordt. Maar er zijn enorm veel andere biogascentrales die ook op hout willen stoken. Zoals bijvoorbeeld in Ede, in Arnhem, in Zevenaar, in Duiven. Daar zijn ze allemaal mee bezig met plannen. En daar is vast niet genoeg hout voor om dat allemaal te gaan verstoken. Planten groeien goed op CO2, dus die werd tot nu toe terug de kassen ingevoerd. Maar bij CO2 die bij houtverbranding vrijkomt, mag dat nog niet. De CO2 die er vrijkomt bij het verbranden van hout, gaat zomaar de lucht in. Dus daarmee heb je het CO2 nog eens verhoogd. Schouten ontkent dat en zegt dat deze centrale voorlopig schoner is dan het stoken op gas. Maar Lianne Duiven wil eerst een raadsdebat. Wat wilt u nou van de wethouder? Nou ja, dat hij het stopzet. En dan eens even met ons goed kijkt of dat het wel zo'n goed idee is om hier een biomassacentrale te zetten. Op dat moment heeft het voor ons geen zin meer om door te draaien. En op dat moment zouden we bij wijze van spreken betere faillissement kunnen aanvragen. Het zal helemaal gebeuren. Je gaat onderuit met de fiets en terwijl je wacht op de ambulance, stelen de mensen die je in eerste instantie geholpen hebben ineens je fiets. Het gebeurde de 81-jarige Piet Helmerhorst gisteren in Harderwijk. Hoe boos ben jij? Dan denk je van ja. Sprakeloos en vol onbegrip zit de hoogbejaarde Piet Helmerhorst op de bank bij zijn vriendin. Die hem moet verzorgen nu hij in de Lappenmand zit. Hij kan nog steeds niet geloven dat twee jongens die hem gisteren eerst geholpen hadden na zijn val van de fiets en vervolgens met die fiets vandoor zijn gegaan. Op een gegeven moment zeiden ze tegen mij van, de fiets, waar is die? Ik zei, ja, dat weet ik niet, die moet hier ergens staan. Nou, toen hebben we er dus één of twee hebben er dus rondgekeken naar een zwarte elektrische fiets. Maar die kwamen tot de conclusie dat dus die fiets weg was. En die jongen op die scooter die er ook bij gekomen was, die zegt, oh, wacht eens even, ik heb twee jongens weg zien rijden met een zwarte elektrische fiets. De twee jongens die mij overeind geholpen hebben, die hebben dus uiteindelijk mijn elektrische fiets meegenomen. Overigens heeft de politie de fiets van Helmerhorst inmiddels teruggevonden. Hij stond op slot aan de Graaf Ottolaan bij het asielzoekerscentrum. De politie is een onderzoek gestart naar de daders. Er is nog niemand aangehouden. Wat ligt er verborgen in de kluis van Villa Sonsbeek in Arnhem? Een geheim dat al tientallen jaren goed bewaard is, omdat niemand de kluis open krijgt. Ja, maar helaas, niemand had de sleutel en de code.
Bij een verkeersongeval op de N320 bij Culemborg is vanochtend een man zwaar gewond geraakt. De auto van het slachtoffer kwam om onbekende reden op de andere weghelft terecht en daar botste hij op een tegemoetkomend busje. De auto belandde in een sloot en vloog in brand. De bestuurder, een 45-jarige man uit Os, wist zelf uit de auto te komen. Hij is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Boerenorganisatie TeamAgro.nl is een actie gestart om normaal op de 1 te krijgen in de top 2000. De boer, dat is de kerel die het maar doet. Het gaat om dit nummer, De Boer, dat is de kerel. De organisatie roept via social media op om het nummer te stemmen om zo een ode aan de boer te brengen. De top 2000 is een muzieklijst van Radio 2 en is al jarenlang een begrip. Het is de nieuwe trots van de christelijke hulporganisatie MAF. En vandaag werd die gepresenteerd op vliegveld Teuge. Een nieuwe Bush-vliegtuig. Het gespecialiseerde eenmotoren vliegtuig wordt ingezet in Zuid-Soedan. De Cessna-caravan is compleet aangepast om in onherbergzame gebieden te kunnen vliegen. Te kunnen landen en ook te kunnen opstijgen. Dit is hem dan, de spiksplinternieuwe aanwinst van de Nederlandse afdeling van de Mission Aviation Fellowship. De hulporganisatie sprokkelde de 2 miljoen euro voor de bouw van het vliegtuig zelf bij elkaar om noodhulp te kunnen bieden in crisisgebieden als het Afrikaanse Zuid-Soedan. Hij is gewoon broodnodig, want anders kan je de noodzakelijke levensbehoeften niet naar de binnenlanden brengen, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld heel veel nootjes gevlogen in Soedan. Dat is dan krachtvoeding voor kinderen die een lange tijd van honger hebben gehad. Spullen om waterputten te graven. Wat je maar nodig hebt in de bush. Gewoon een paar honderd kilo aan vracht kan erin. Het nieuwe vliegtuig moet de organisatie helpen om een nieuw geopende vliegroute in Zuid-Soedan te gebruiken. En daar de bevolking te voorzien van hulpmiddelen en hulpverleners naar de gebieden te brengen waar ze nodig zijn. In Teuge zijn ze daarin gespecialiseerd. Op het vliegveld bevindt zich de enige vliegschool van Europa in bushvliegen. Soms laat je mensen achter op een plek waar je denkt hoe doe je het? Dat is echt wel bewonderingswaardig. Met hoeveel toewijding mensen daar werken. En die mensen kunnen vaak dat werk doen omdat wij bestaan. Oké, we gaan nu richting Teuge voor het landen. Hartelijk dank voor jullie vertrouwen in ons voor deze vlucht. Deze is eigenlijk het eerste grotere vliegtuig wat door MAF Nederland bij elkaar is gespaard door middel van sponsoring en giften. Waar we iedereen natuurlijk super hartelijk voor bedanken. En dan is het mooi als je hem vandaag als deze hier mag zien staan. Dan ben je echt super dankbaar dat het gelukt is. Ja, dat vliegen, dat vindt niet iedereen leuk. Klamme handen, knikkende knieën of zelfs hartkloppingen. 1 op de 3 Nederlanders heeft last van vliegangst. Theodor Jansen uit Terborg bouwde op zijn hobbykamer een levensechte cockpit van een Boeing 737 na. Hij wil volwassenen en kinderen met vliegangst helpen een eerste stap in de goede richting te zetten. Dames en heren, welkom aan boord van deze Boeing 737-800 van Vliegbeleving vandaag. Vliegfanaat Theodor uit Terborg ontvangt zijn eerste cursisten zijn eigen gebouwde cockpit. Imke Engelen heeft vliegangst en hoopt door middel van deze cursus haar angst te overwinnen. Het idee dat je dus ook gewoon neer kan storten, dat vind ik wel het engste, zeg maar, met vliegen. Ja, dat is eigenlijk wel het grootste euvel om niet te gaan vliegen. Landing lights, 3 lights green, autobrake RTO, clear for takeoff. Ik heb bij een vliegtuigsloper materialen voor de fun gekocht voor de hobby. En gaan we het beleven hoe het is om in een vliegtuig te zitten, om een zwemvest vast te houden, even een zuurstofmasker aan te raken. En dat je even toch die spanning opbouw krijgt, zeg maar, wat er in een echt vliegtuig gebeurt. Ik ga nu dadelijk al de daling inzetten. We zetten hem even al naar 10.000 voet. Ik vind het een hele aparte ervaring, omdat je dan ziet dat je van de grond afgaat. En dat je ook die wolken zo ziet, dat is wel apart. Door mensen in een kleine setting een realistische vlucht te laten ervaren, hoopt Theodor dat hij iets kan betekenen voor mensen met vliegangst. 1-op-1 contact en niet in een grote groep meegaan. En dan zeggen van, nou goed, het viel me mee, het viel me tegen. En dat resulteert dan de stap 1 hier begint en stap 2 dan dat ze hun angsten kunnen overwinnen. Maar of Imke na deze cursus ook echt durft te vliegen? Nee, denk ik niet. Nee, dan zou ik eigenlijk echt in een vliegtuig moeten gaan zitten en kijken hoe dat is.
Het is een goed bewaard Arnhems geheim. Wat ligt er in de kluis van Villa Sonsbeek? De kluis zit al tientallen jaren op slot en niemand heeft de sleutel of kent de code. En daarom is er een expert bijgehaald. Want om het mysterie op te kunnen lossen, moet de kluis wel eerst open kunnen. Wat zit er in deze kluis in de kelder van Villa Sonsbeek? Al zeker 20 jaar is de deur niet open geweest. En dat heeft nu lang genoeg geduurd, vindt de huurder van het pand. Ik ben de afgelopen jaren bezig geweest met het contact zoeken met voorgaande huurders en eigenaren. Maar helaas, niemand had de sleutel en de code. De kluis is 16 vierkante meter. Is die gevuld met spinnenwebben of liggen er kostbare schilderijen in? Dat laatste is niet ondenkbaar. In de jaren 80 en 90 heeft hier een kunsthandelaar gezeten in de Witte Villa. En deze kluis heeft hij er destijds waarschijnlijk ingebouwd om dure kunststukken hier te bewaren als de villa gesloten was. Een Arnhems bedrijf is ingeschakeld om de kluis te openen. Eerder kraakten ze ook al succesvol een kluis van de Nederlandse bank. Ja, hebben. Maar filmen hoe ze dat doen, dat mag niet. Het kraken van de kluis is topgeheim. Je wilt die kennis niet in de markt hebben. Dat is één. En het is ook ter bescherming van de kluisopeners. Die willen nooit in de publiciteit. 8 uur lang wordt er gesleuteld aan de deur. Maar open is hij nog niet. Het slot is eraf. Alleen hij zit dus volledig vastgeroest hier. Dus we gaan de komende week gebruiken om het roest weg te halen. En dan hopelijk kan die binnen nu en een paar weken open. Ja, aan het eind van de middag is bekend geworden dat in Nijmegen een man mensen dreigt neer te schieten. Volgens de politie heeft hij zich verschanst in een kantoorpand in de Hertogstraat en heeft hij mogelijk een wapen bij zich. De politie heeft de omgeving afgezet en agenten dragen kogelwerende vesten. Op gld.nl houden we u vanavond op de hoogte van die dreiging in het centrum van Nijmegen. En dan krijgt u van ons nog het weer. In Wageningen staat Britta van Gent. Ja, er is het afgelopen etmaal behoorlijk wat regen gevallen. Vooral gisteren regende het een tijd lang. En ook vanochtend her en der nog wat regen. Dus er staan inmiddels flinke plassen ook hier in Doetinchem. En in de loop van de ochtend werd het wel langzaamaan wat rustiger, wat droger. Maar uiteindelijk volgden er ook nog wel een aantal losse buien. Nou, die zien we hier mooi vanaf de Noordzee eigenlijk een beetje onze omgeving intrekken. Maar goed, daartussendoor ook echt wel wat ruimte voor zon. Storingen blijven een beetje op afstand. Eentje ligt er ten westen van ons, ook iets ten oosten van ons. Maar we zitten er steeds een beetje tussenin en dat blijft voorlopig ook het geval. Dus de komende dagen lijkt het redelijk droog te blijven. Nou, dit is het plaatje van vanmiddag met dus die mooie opklaringen en de buitjes die vanuit het noordwesten af en toe over de provincie trokken. Vanavond is het uiteindelijk overal droog en dan ook vrij helder. En met weinig wind krijg je dan wel snel de vorming van een lokale mistbank. En de temperatuur gaat ook snel onderuit, zo'n 1 tot 3 graden vorst komende nacht. Wel komt in de loop van de nacht vanuit Duitsland geleidelijk wat meer grijzigheid de provincie inzetten. Dus morgenochtend beginnen we waarschijnlijk wel met veel bewolking, wat nevel, lokaal ook mist. Dus een beetje een grijze start. In de loop van de dag ook af en toe wel een beetje zon erbij. En daarbij dan temperaturen die langzaamaan oplopen naar slechts 3 à 4 graden. Dus echt wel een frisse dag, maar droog. Met daarbij ook een oostelijk windje zwak van kracht. Nou, de dagen daarna verlopen eigenlijk een beetje vergelijkbaar met in de ochtend misschien een lokale mistbank. Verder overwegend droog met ook af en toe zon. Langzaamaan ook weer wat hogere temperaturen. En ook in de nachten, de vorst gaat er geleidelijk weer uit. En dit was het Gelders nieuws. Op onze site onder meer een verhaal over de toename van het aantal meldingen van sportmisbruik. De meldingen komen binnen bij het nieuwe meldpunt van NOC-NSF. U leest het op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.